Zo, dat hangt. Het is een prachtige dag, dus de was kan mooi buiten hangen. Inclusief mijn tuinbroek, die wel erg smerig was. Dus een heerlijke dag om in de tuin te gaan werken. Ga je mee, Does? Kom. Zo, ik ga dus vandaag spitskool in de grond zetten. En ook nog een beetje sla. Deze heb ik weer voorgezaaid. Nou, daar hebben jullie in mijn vorige vloggen gezien hoe dat werkt. En ik heb ze al 2 dagen buiten de kas gezet, zodat ze een beetje kunnen afharden. Dan kunnen ze al een beetje wennen aan de voorjaarskou die er natuurlijk ook hier in Zuid-Frankrijk nog wel is. Nou, we gaan aan de slag. Als je echt een goede moestuin wilt beginnen, dan moet je je moestuin eigenlijk opdelen in vakken. In 5 basisvakken, 6 vakken kan ook. En die basisvakken, dat betekent dat elk vak bestemd is voor een specifieke groep planten. Ik ga vandaag koolplanten doen, dus die komen in het koolvak. Dan heb je dus ook nog wortelgroentevak, bladgroenten, peulvruchten en vruchtgroenten zoals tomaten. Nou, ik heb mijn tuin ook allemaal in vakken ingedeeld en dat roteer je elk jaar en dat doe je eigenlijk om ziektes te voorkomen. Nou, het is een beetje ingewikkeld om dat allemaal in de vlog uit te leggen. Ik zou zeggen, je kunt het ook heel goed op internet vinden, die informatie. Dus lees je gewoon in als je er meer over wilt weten. Nou, ik heb de grond natuurlijk hier goed voorbewerkt. En spitskool gaan we planten, maar spitskool, nou, die worden, als het goed is, zo groot. En wel zulke planten, dus die hebben veel ruimte nodig. Nou, dus ik ga eerst de plantjes verdelen over de grond. Nou, de plantjes heb ik allemaal neergelegd op de plek waar ik ze wil planten. En nu is het zo met kolen, dat zijn hongerige planten. Dus ik heb dit vak al voorbewerkt met veel compost, ook wat mestkorrels. Maar ze houden ook heel erg van kalium. En dat zit in houtas. Dus wat ik altijd doe, als ik een koolplantje plant, vooral spitskool, bloemkool, boerenkool, broccoli, dan maak ik een gaatje waar ze in moeten. En dan doe ik daar een heel klein beetje houtas in. En dat houtas, dat vinden ze fijn. Dat is een extra goede voeding voor koolplanten. Nou, ik plant dus hier nu de spitskool. Ik hoop dat het goed te zien is. Redelijk diep. Ook altijd heel goed aandrukken. En dan moeten we ze natuurlijk straks water geven. En zo plant ik. Ik heb er 10 geplant. Ik hou er 2 over. Dat doe ik eigenlijk altijd. Want er komen... Nou ja, er gaat altijd wel eens wat mis. Ik plant er voor mezelf altijd 1 stuk of 10. Dat is voor ons tweetjes meer dan genoeg. Want spitskool kun je ook heel goed invriezen. Nou, ik ga de rest er ook in zetten. Goed, ze staan erin. Goed water geven. Heel belangrijk. Per plantje. Probeer een gieter te nemen die niet... grof is. Dit is met een hele fijne broes. Dat hele grove, die grove stralen, dat vinden planten niet fijn. Zeker die kleintjes niet. Zo, de slaapplantjes die moeten ook nog een beetje water hebben. In een van mijn vorige blog heb je kunnen zien dat ik die geplant heb. Ze doen het hartstikke goed. Maar je moet ze niet uit laten drogen. Dus ze krijgen nog een beetje water. Ook wat ik heb gezaaid. De pluksla. En ik zie dat de rucola ook al opkomt. Hartstikke mooi, want dit is mijn bladvak. Hier heb ik dus alle bladgroenten neergezet. En hieronder zit spinazie. Je zult zeggen, wat is dat voor een rare bedoeling? Nou, we hebben hier heel veel last van veldmuizen. Ze zijn dol op spinaziezaad. Dus die vreten het op voordat het plantje überhaupt boven de grond kan komen. Dus ik heb dat afgeschermd. En dat ze dat niet op kunnen vreten. Want ja, ongedierte... Die moet je voor zijn in de moestuin. Nou, het zonnetje is hard gaan schijnen. Dus ik heb mijn trui maar even uitgetrokken. En we zijn aanbeland hier bij mijn kruidentuin.
Ik had het net over 5 vakken. Je zou natuurlijk ook een 6e vak kunnen maken waar je al je kruiden in zet. Nou, mijn 6e vak is dit. En ik ga hier dragon inzetten. Het grappige is, ik heb deze dragon gekregen van een vriendin. En het leuke als je een moestuin begint, is dat je vaak dingen gaat uitwisselen met andere moestuinliefhebbers. Dat vind ik ontzettend leuk. En ik heb haar weer plantjes gegeven en zij heeft mij deze dragon teruggegeven. Nou, die van mij is ter ziele. Die had ik ook staan. Dus nou, is een mooi moment om die er nu even in te gaan zetten. Nou, dit is een mooie kluit. Ik moet er wel even een goed gat graven. Hij moet wat dieper. Gelukkig is dit hele losse grond. Dat is fijn. Nou, dan zetten we hem erin. Zoals altijd goed aandrukken. Uiteraard water geven. Kruiden hebben veel zon nodig. Dus zorg dat je kruidentuin ook echt in de zon ligt. Dat lawaai wat jullie nu horen, dat is de wijnboer. Die is een nieuwe wijnstok aan het zetten. En ja, hij doet dat terwijl ik aan het filmen ben. Maar ja, hij moet ook door, niet waar? Kom, ik ga jullie laten zien wat voor kruiden ik allemaal in mijn kruidentuin heb staan. Nou, hier staat rozemarijn. Dat is de rozemarijn. En dat is de salie. En dat zijn eigenlijk kruiden, dat zijn houtachtige kruiden. En die kun je over het algemeen overhouden. Dus dat gaat goed, die kun je overhouden. Dat is mooi. Nou, hier komt de bieslook op. Die verdwijnt in de winter, maar die komt gewoon weer op. Nou, hier heb ik citroengras. Dat is best een moeilijke, denk ik, in Nederland. Maar je kunt hem in de zomer in de pot zetten en in de winter proberen over te houden ergens binnen. En dan zet je hem in de zomer gewoon weer in de grond. En ja, hij doet het hier fantastisch. Nou, hier staat de bladselderij. Die vond ik ergens in mijn moestuin. Die was spontaan opgekomen, dus die heb ik eruit geschept en hier in mijn kruidentuin gezet. Nou, hier staat krulpeterselie. Bladpeterselie, tijm, hier staat tijm, oregano, dit is knoflook, bieslook en hier staat lavas. En die lavas, dat is geweldig, die heb ik nog van mijn vader en hij doet het elk jaar fantastisch, komt elk jaar opnieuw terug. En dan zien jullie ook nog viooltjes tussen mijn peterselie staan. Nou, die laat ik gewoon staan, want die doe ik lekker door de sla. En als je nou eigenlijk heel weinig plek hebt om kruiden neer te zetten, zoals ik in mijn kruidenbak, ja, ik kan me voorstellen dat je die ruimte niet hebt. Of ook heel weinig plek in de tuin. Dan kan je altijd nog een oude trap nemen. Ja, deze is puur lelijk, maar het is maar om je een idee te geven. Dan zet je je kruiden gezellig op de trap, in een hoekje, op je terras of op het balkon. Tuinieren kan overal. Nou, dat was wel weer genoeg informatie voor deze vlog. De volgende vlog wil ik met jullie peultjes gaan zaaien. Daar heb je wel wat ruimte voor nodig, maar het lijkt me toch wel heel leuk om te laten zien hoe dat moet. En misschien nog wel andere dingen. Ik moet nog even verzinnen. En nou, ik ga ook even een pauze nemen, want het is hier al aardig warm geworden. Tijd voor een slokje water. Veel plezier in de tuin en tot de volgende vlog.